En aan de start liggen 6 dubbeltweeën in het mannenveld. Men's double sculls. Met op baan 1 Thijs van Luik, Maarten van Blokland. Gisteren winnaars in dit nummer. Dan op daarnaast Thomas Doornbos, Peter van Schie, Neres Egier. Dan Portugese combinatie Pedro Fraga en Nuno Mendes. Gecoacht door Mark Emke. Dan op baan 4 Neres met Freek Robbers en Dirk Uitenboogaard. Op baan 5 een Engels combinatie Loughborough University Boat Club, Durham University Boat Club met Angus Groom en Ed Caldwell, die gisteren tweede werden. En dan Uruguay op baan 6 met Rodolfo Anibal Colasoturn en Emiliano Dumestre Guaraglia. En ze liggen nu klaar en direct zullen de rode lampjes wel aangaan en zullen de 6 ploegen van start gaan. Ja, het zal niet lang meer duren, want 14:52, dat is de start van deze mannen dubbel 2. En het aardige is natuurlijk dat we binnen afzienbare tijd... Dat binnen afzienbare tijd hier van start gaan met bijna het rode lampje. Nog altijd liggen ze klaar. Nu worden ze afgeroepen. Dus nu moeten de ploegen klaar gaan liggen, afgeroepen om direct van start te gaan. En dan met die 6 ploegen de wedstrijd in te gaan. En dan zullen we zien of Van Luik en Van Blokland net als gisteren die wedstrijd weten te winnen. Of dat zij nu ook concurrentie krijgen van Neres, van Robbers en Uitenboogaard. En ze zijn gestart. 6 ploegen zijn weg. En het is een prachtige start. En het is Neres samen met Uruguay dat de leiding heeft genomen. Neres samen met Uruguay, Freek Robbers en Dirk Uitenboogaard. Vorige 2 weken geleden waren ze in Luzern. Mochten ze als eigenlijk talenten dubbel 2 mochten ze daar starten. En deden het toch redelijk aardig hoor. Dat is leuk om te zien dat deze jongens het goed genoeg deden. En ook gewoon lekker mee konden komen met het internationale veld. Ze liggen nu op dit moment aan de leiding. Ongeveer een taft voor op die combinatie van Loughborough University en Durham University Boat Club met Angus Groom en Ed Caldwell. Aan de overzijde van ons is het Proto Ascari dat ook nog redelijk bij kan benen. En heel erg slecht van start de lichte dubbel van Portugal. Nuno Mendes en Pedro Fraga. Dat zal nog wel wat krachttermen opleveren aan het adres van deze Portugezen uit de monden van Mark Emke, hun Nederlandse coach. En die zal dat natuurlijk ook in zijn beste Portugees dan doen. Maar of het veel zal helpen, dat moeten we ons afvragen. Want de rest van de ploegen loopt gewoon weg. En we zijn inmiddels 400 meter in de race. En het is nog steeds Neres met Robbers en Uitenboogaard dat een voorsprong heeft van ongeveer een taft, bijna een halve lengte inmiddels, op de Engelse combinatie van Groom en Caldwell. En daarachter op de derde plaats dus de winnaars van gisteren, Thijs van Luik en Maarten van Blokland, met heel dicht daarbij nog Thomas Doornbos en Peter van Schie. En de lichte Portugezen liggen op dit moment op de 5e plaats. En ze gaan nu door de 500 meter heen. De enige die nog een klein beetje achterblijven ten opzichte van de 5 andere ploegen, dat zijn de Uruguayanen Rodolfo Anibal Colazzo-Turn en Emiliano Dumestre Gualadia. Die liggen nog zo'n 2 bootlengtes. Ze ligt inmiddels bijna achter op Freek Robbers en Dirk Uitenboogaard. En dames en heren, deze 2 jongens hebben grote plannen voor deze zomer. Niet in Londen, maar wel op het WK voor roeiers onder 23 jaar. Daar willen ze gaan scoren. Daar willen deze mannen een medaille gaan winnen. En ze hebben ook zeker kans hoor. Dat laten ze hier zien. Gewoon krachtige halen met de snelle rug opgooien van Freek Robbers die nu het tempo nog een klein beetje meeneemt. En in één keer schiet die boot er vandoor en nemen ze meer dan een lengte afstand van de rest van het veld. Ja, en terwijl zij een lengte afstand van de rest van het veld nemen, dan schuift de rest van het veld helemaal in elkaar. Met op dit moment op plaats 2 4 ploegen vrijwel op gelijke hoogte. En dan zijn het, misschien toch de vloekwoorden van Mark Emke in het Portugees die geholpen hebben. Want dat zijn de Portugezen die door dat veld heen schuiven en bijna nu inmiddels de 2e plaats hebben ingenomen, want nog maar vlak achter Van Luik en Van Blokland zitten die op de 2e plek liggen. En zij zijn degene die nu nog de enige zijn die lijken Robbers en Uitenboogaard nog voor de 1e plaats te bedreigen. Zij lopen weg uit dat veld, proberen dat in ieder geval, en Van Luik en Van Blokland die zullen er alles aan moeten doen om die 2e plaats in bezit te houden. Ja, nu komt natuurlijk die Portugese strategie komt naar boven. Expres langzaam starten en dan zo
zo hard mogelijk erachteraan en iedereen proberen in te halen. Dat lukt ze ook zeker hoor. Want op dit moment op de tweede plek Nuno Mendes en Pedro Fraga. Ze kennen zo'n ongelooflijk onfortuinlijk seizoen tot nu toe. Echt niet goed te noemen. Ze hebben gewisseld van opstelling. Want dat was het idee van Mark Emke dat ze daar nog wat beter van zouden worden. Maar het haalde nog niet zo heel veel uit tot nog toe in het lichte mannen dubbel tweeënveld. Maar nu schuiven ze naar voren. En het gat met Freek Robbers en Dirk Uit en Bogaert wordt langzaam kleiner. Anderhalve bootlengte voorsprong is het nog. Maar duidelijk op de tweede plek nu. Pedro Fraga en Nuno Mendes op plek nummer 3. Verrassend toch wel een klein beetje misschien. Proteus Skadi met Maarten van Blokland en Thijs van Luik. Daarachter is het de Nera's-Eger combinatie met Thomas Doornbos en Peter van Schie. En dan vijfde, inmiddels helemaal teruggezakt, Loughborough-Durham combination. A very exciting race in the men's double sculls, with at this moment the nearest crew from Amsterdam leading by a length and a half over Portugal. But Portugal, which at the beginning was falling behind, is now in second place and moving up to the Dutch crew on lane four. And it's with less than 700 meters to go that the Dutch crew is going to have to fight a very, very strong battle to fight off these Portuguese lightweight rowers. Further back, the two remaining Dutch crews, and in fifth place at this moment, the Loughborough University and Durham University Boat Club with Angus Groom and Ed Caldwell. Je ziet het hele Nederlands contingent aan fietsers. Het hele peloton denkt het. Benen jongens, benen Dirk en Freek. Want je moet die benen gebruiken om die Portugezen weg te trappen. De ruggen komen er steeds eerder in. Steeds eerder komen die ruggen naar achter. En dat moet natuurlijk niet. Eerst die benen, dan die rug en dan pas die armen. En die Portugezen kruipen dichterbij. En als er twee mannen makkelijk kunnen roeien, dan zijn het Nuno Mendes en Pedro Fraga wel. Het verschil, bijna een bootlengte. Het wordt alleen maar kleiner, Willem. Ja, het is niet te geloven wat zij doen. Ze lagen eerst een lengte licht achter en liggen nu bijna nog maar een lengte achter zonder lichten. En ze komen steeds dichterbij. En ze kunnen dus inderdaad met hun lichte, snelle halen, maar kennelijk hele effectieve halen, toch steeds dichter bij Nerhuis komen. Nerhuis dat nu probeert alles eraan om met die laatste 350 meter nog die voorsprong vast te houden. Maar dat zal nog best lastig worden. Ook daarachter overigens is er nog altijd een prachtige strijd aan gaande om de derde en vierde plek tussen de combinatie van Thomas Doornbos, Peter van Schie en de winnaars van gisteren van Luik en van Blokland. En die liggen op vrijwel gelijke hoogte op plaats 3 en 4. Maar op 1 en 2, op 1 ligt nog altijd Nieuws nu door de 1750 meter heen. En Portugal probeert er alles aan om die eerste plek alsnog in bezit te nemen. Oh, 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 kijk naar die rug van Freek Robbers. Die gooit er alles in. Het lijkt Stefan Knietel wel. Wat een enorme halen. Erik Knietel en Stefan Kruger, de Duitse mannen die zo hard roeien, die roeien bijna gelijk. Maar daar gaat zeker een paracetamolletje in vanavond, Frans en Luc. Want het is ongelooflijk wat die slagman van Nerhuis hier laat zien. De slagman van Nerhuis, want ze gaan er vandoor in die laatste paar honderd meter, Willem. Ja, nu hebben ze echt de wedstrijd in handen. Ze met die rug is het kennelijk gelukt om het de Portugezen achter zich te houden. En die moeten nog hard vechten om die tweede plek vast te houden. Want van Terluik en Blokland proberen het nog. Maar worden derde.